Ik zag, je bent geboren op 29 februari 1936, dus je bent een schrikkelkind, schrikkeljaar. Ik ben nog een schrikkelkind, ja. Ja, Sonja Barend, 4 jaar later ook een schrikkelkind. Ik ben 21, om even te vertellen. Ja, ja. Ik las ook dat jij bij Ajax, als je binnenkwam, altijd een mop moest vertellen. Ja, nou niet als ik binnenkwam, voor de wedstrijd. Ja, voor de wedstrijd, voor de wedstrijd. Nou, dit is ook een soort wedstrijd. Ja. Zullen we beginnen en eindigen met een mop? Ja, maar dan overval je me even, want ik moet natuurlijk wel een nette mop vertellen nu. Daar hoeft niet. Ja. Nou, anders doen we dat straks. Denk je maar over. Nee, maar goed, ik kan wel even zeggen. Er komt een man bij de dokter en die meneer die zegt... Dokter, ik voel me zo ongelooflijk. Ik heb overal pijn. Kunt u me niet even nakijken? En die dokter zegt, ja, oké, dan zeg maar even uit. En de dokter gaat hem kijken, pakt de stethoscoop. Ademt u eens in, ademt u eens uit. Nou meneer, ik moet u feliciteren. U kunt wel 90 jaar worden. Zegt die dokter, ik ben 90. Even, hoe komt het dat, want jij vertelde dus zogenaamd Joodse mopjes, hoe komt het dat bij Ajax zo goed lag voor de wedstrijd? Wat was dat? Nou, het is natuurlijk zo dat Koop Prins, Benny Muller, Sjaak Zwart, dat waren de geinponums van Ajax. Ja. En daar hoorde ik ook een klein beetje bij, en met veel humor. En ja, dan verval je gauw al op de Amsterdamse ouderwetse Joodse humor. En er werden ook altijd veel Joodse woorden gebruikt, gewoon ook door de niet-Joodse spelers. Ja, wat bijvoorbeeld? Kinderzinnen of God? Kinderzinnen en hou je mond nou. Ik bedoel, doe niet zo om je joggen en al die dingen. Nee, ik heb Johan Cruijff als woord gochme horen gebruiken. Heeft u dat van je al geleerd? Dat zou kunnen, dat hij gochme gebruikt heeft. Ja. Maar niet bij mij. Niet bij jou. Nee. Even wat ik las, corona, wij zijn de leeftijd dat we ervoor op moeten passen. Je bent bang voor corona, hè? Absoluut. Ja. Nou, ik ben niet zozeer bang voor het corona. Ik ben gewoon bang dat ik op een of andere wijze corona zou kunnen krijgen. Ja. Dus ik doe heel voorzichtig. Mijn dochter doet de boodschappen. Ja. Mijn vrouw doet alles online. Ja. En ik zit binnen en we gaan 's morgens vroeg hier in het Amstelpark achter ons... gaan we heerlijk wandelen in een half uurtje. Dat is het enige wat ik doe. Ik ontvang helaas niemand. Ik ga nergens op bezoek. Dus ik ben afhankelijk van mijn dochter. En je kinderen en kleinkinderen zie je ook dus eigenlijk niet? Nou, we facetimen. En als ik een hele goede bij heb, dan gaan we... En het is een beetje mooi weer. Dan ga ik in de tuin bij de kinderen. En dan kom ik van achter binnen. En zij van voren. En dan, dan kunnen we elkaar zien. Maar we kunnen elkaar niet knuffelen. En de kinderen zeggen, opa, ik wil je zo graag knuffelen. Ja. Oma ook. Ja. Ja, vreselijk is dat. Ja, absoluut. Even dan iets, dat zal jij ook waarschijnlijk. Ik heb mij vreselijk geërgerd aan mensen die zeggen, het lijkt wel de Tweede Wereldoorlog, die corona. Oh, verschrikkelijk. Ja, dat hoorde ik vanmiddag nog iemand op de televisie zeggen. Echt waar? Ja, het lijkt net de Tweede Wereldoorlog. Dan denk ik, man, hoe kom je erbij? Je weet niet waar je het over hebt. Nee, schandelijke vergelijking, ja. Maar hoe dan ook, doen we over de verder niet op in te gaan. Ja, even, je bent een makkelijke prater, gelukkig. Dus laten we maar met je kortst geleden hoogtepunt beginnen. 9/11. Ja. 11 september. Ben jij geridderd naar de boekpresentatie Het gevecht met Nederlandse spoorwegen? Ja. Wat ik niet wist, blijkbaar, dus de Joden die naar Westerbork gingen, moesten zelf een kaartje kopen voor de trein. Ja, het is niet zo dat ze geld uit hun achterzak moesten halen. Kijk, de spoorwegen, die stuurden naar de Duitsers een rekening. Van zoveel treinen. Ja. En dat moest betaald worden. Dat werd betaald van in beslag genomen Joodse gelden. Oh, ja. Ze hoefden dus niet zelf het kaartje te kopen. Dat zou te ver gaan. Nee. Maar het is wel allemaal betaald. Ja, zeker. Die reizen zijn betaald. Ja. En, je hebt dat gevecht gewonnen. Heb je geprobeerd Van Boksel te benaderen. Roger Van Boksel, dat is de directeur van Nederlandse Spoorwegen, of de voorzitter van de Raad van Commissarissen, die ook commissaris was bij Ajax. Waarom kon je niet in contact met hem gewoon komen? Waarom lukte dat niet eerst? Nou ja, ik ben begonnen met een brief
Ja. Uitvoerige brief. Ik heb gezegd, luister, mijn vrouw en ik hebben een achtergrond van mijn ouders in Auschwitz. Mijn vrouw de ouders in Sobibor. Ja. En ik ben er al jaren mee bezig over een soort. Ja. Dat de Franse staat, dus niet de spoorwegen, dat die in Amerika de Joden $60 miljoen hebben gegeven. Maar dat kwam alleen maar omdat zij dus een trein wilden exploiteren. Een bepaalde baan. En toen heb ik een brief geschreven. Maar wacht even, dat heb ik gelezen. Dat die Fransen hebben dat betaald aan Amerikanen. Was dat een deal? Wij spreken had de Joden in Amerika zoveel invloed op die orde dat die Fransen dat moesten afkopen op die manier? Ja, het waren Joodse advocaten. Ja. En je weet, in Amerika gaat het heel anders dan hier. Nee, dat weet ik niet. Oké, nou als je hier een advocaat vraagt om iets voor je te doen en je zegt ik wil een schadevergoeding hebben. Ja. Maar in Amerika zeggen ze gelijk, nou we beginnen met 100 miljoen. Uiteindelijk is het $60 miljoen geworden. Ja. En nee, maar toen dacht ik dat zal hier niet zo gebeuren. Maar ik wil toch wel eens een keer een brief schrijven naar de spoorwegen. Ja. Of ze niet genegen zijn het geld, want ze hebben natuurlijk toch enkele miljoenen daar aan die transporten verdient. Ja. En die transporten... Weet die je hoeveel miljoen nog? Weet je precies, is berekend hoeveel miljoen? Nou, de ene zegt 40 miljoen, andere zegt 38 miljoen. Maar laten we zeggen... Tussen in de oorlog 30, verdiend. Tussen de 30 en de 40 miljoen. Ja. Als je dat nu zou berekenen. Ja. En by the way, de Duitse spoorwegen, de Deutsche Bahn, die heeft er $400 miljoen aan verdiend. Maar daar komen we straks nog even op misschien. Ja. En dus heb ik een brief aan de spoorwegen, aan de directie. Want ik wist niet of ik meneer Van Bokstel zou kunnen bereiken. Ja. En ik kreeg dus een brief terug van een andere meneer Hamelink. En die zei, meneer Mullen, ik heb uw brief gelezen. Ja. Maar we kunnen niet overgaan tot een individuele uitkering. Nee. En we doen dat collectief. We hebben onder andere een mooi standbeeld, een mooi beeld, het herdenkingsbeeld op het station in Utrecht. Toen zei ik, meneer Hamelink, ik kom nooit op het station in Utrecht, dus aan dat monument heb ik dus niets. Nee. Bovendien heb ik niets aan collectiviteit. De Joden, die hebben het zelf moeten betalen. En ik zeg, en die paar Joden die uit de kampen, de survivors die het overleefd hebben, dat zijn ongeveer 500. Ja. Nou, ik vind dat we die moeten... Die moeten een excuus van u en een tegemoetkoming uitgedrukt in geld. En goed, het ging weer een brief geschreven. Dus hij schreef weer. Dat, meneer Mullen, wanneer spreek je, hoe lang is dat geleden ongeveer, weet je dat? 4,5 jaar geleden. 4,5 jaar geleden. Een jaar later, toen waren we nog steeds aan het brief schrijven. Ja. Toen kreeg ik weer een brief, maar deze brief was van de klantenservice. Ja. En toen dacht ik, ik heb nog niet mijn telefoon laten liggen in de trein. Of nog niet mijn laptop. Ja. Dus ik weer een brief geschreven. Ja. Weer aan de directie. Maar daar kwam geen goed antwoord op. En toen ben ik bij Ajax gebeld. Ja. Toen zeg ik, jongens luister, ik ben het mobiele nummer van meneer Van Boksel ben ik kwijt. Ja. Maar ik moet hem dringend even spreken. Ja. Kun je maar even het 06 nummer geven van Roger? Ja, natuurlijk, Salo. En toen kreeg ik het nummer van meneer Van Boksel. Ja. Die heb ik gebeld. En ik zeg met Van Boksel. Ik zeg, meneer Van Boksel, sorry dat ik u stoor. Nee, je stoort me helemaal niet. Maar met Salo Muller. Goh, wat leuk. Mijn icoon. Ik heb je zien lopen met je waterzak. Bla, 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 bla. Ik zeg, ik bel u op naar aanleiding van mijn brieven. Jouw brieven? Wat bedoel je? Ik zeg, ik heb een aantal brieven naar u gestuurd. Oh, nee, maar ik krijg zoveel brieven. Natuurlijk. Ik zeg, heeft u ze goed gelezen? Weet je wat, Salo? Ik ga ze nog even lezen. En dan hoor je nog van me. Intussen tijd had ik met Karel Orenstein van Nieuwsuur een afspraak dat het allemaal te lang duurde. En toen heeft hij me met een groot interview ben ik op in Nieuwsuur geweest. Ja. En toen kreeg ik de volgende dag en meteen een brief van meneer Van Boksel, van Roger, dat hij was onder de indruk van mijn interview. En hij wilde mij wel uitnodigen voor een gesprek. Nou, ik had in al die brieven had ik al gezegd dat ik graag een gesprek wilde. Maar nu ben ik door hun uitgenodigd. Nou, mijn vrouw en ik gingen dus naar de spoorwegen. We zijn samen gegaan. Ik heb daar mijn verhaal gedaan. Ik heb hun mijn boek gegeven. Tot vanavond een liefde aan hoor. Ja. Ik zei, leest u dat eens even? Nou ja, ik kan het lezen. Maar Salo, wij doen het niet individueel.
collectief. Nou ja, toen... ik zeg, nou ja, leest u mijn boek. Wacht even, we doen het niet individueel, maar wel collectief. Ja, dat doen wij al. Hè. We geven al geld aan het Holocaust Museum. Ja. We geven al geld aan Westerbork. Ja. En individueel, nee, dat komt niet in vraag, zei hij. Ja. Ik zeg, nou oké. Okay. Ik zeg, maar daar ga ik niet mee akkoord. En toen heb ik een advocaat genomen, Lisbeth Zegveld. En die heb ik met mij... Wacht even, er staat nog één stadium over. Heb ik, hij had met een Joodse man gesproken. En oh ja, dacht jij al, die Joodse man, oh dan gaat het mis. Wie was dat dan? Nou, als je mijn boek leest, staat de naam erin. Maar ik vind het een beetje vervelend om die naam nu te noemen. Hij had gesproken met diverse mensen, waaronder ook Joodse mensen, zoals hij het noemde. Ja. En die hadden hem afgeraden om individuele uitkeringen te doen. Maar toen jij die naam hoorde, wist je al meteen, oh, dan gaat het mis. Ja, ik denk, nou, als hij met die mensen spreekt, dan gaat het mis. En ik ben toen op dat moment ongelooflijk boos geworden op hem. Ik zeg even, nou ja, wat ik gezegd heb, doet er niet toe, maar ik ben erg boos geworden. Ja. En ik zeg, ik neem absoluut geen genoegen met uw verweer. Ik zeg, u heeft mijn boek gelezen. U bent onder de indruk van mijn boek. Ja. Ik zeg, maar ik ben niet onder de indruk van uw praatje hier. Ja. Ik zeg, ik ben met mijn vrouw weggegaan. Ik heb een advocaat genomen. En ja, en die heeft dus gezegd, we willen graag op uw uitnodiging ingaan om nog een keer met u te praten. Maar we komen alleen maar praten als we gaan praten over excuses en een tegemoetkoming. Ja. Zo niet, dan gaan we naar de rechtbank en laten we de rechter spreken. Ja. Ja, en toen zei hij, werden we weer uitgenodigd. Toen zei hij, ik moet er toch niet aan denken, Salo, om met jou voor de rechter te gaan staan. Ja. Over zoiets te gaan praten. Hij zegt, nee, ik heb met iedereen gesproken. Ook met de minister van Financiën. Met onze directeuren, met onze juristen. En ja, je hebt gewonnen. Gefeliciteerd. Want we gaan over tot een excuusbrief en een uitbetaling. Een tegemoetkoming. Ja. Maar niet op juridische gronden, maar op humane gronden. Ja, ja, maar dat wilde jij ook. Dat wilde ik ook, ja. Ja, ja, ja. Nou ja, die regeling is getroffen. Ik heb het voor mijn broer aangevraagd. En die is waarschijnlijk met een taxi in Westerbork. Of mijn moeder is waarschijnlijk met een taxi in Westerbork aangekomen, want wij zijn afgewezen. Maar goed, dat terzijde. Jouw glorieus moment was op 11 september 9/11 in de Arena. Want toen kwam Femke Halsema. Had je dat zien aankomen? Want ik was al gereden eerder. Ja, ja. En toen kwam Femke Halsema mij toespreken. En ik wist op dat moment nog helemaal niet waar het over zou gaan. Ik denk, nou ja, ik had van niet één instantie had ik iets gehoord. Wel individueel. Ik heb honderden brieven en bomen in Israël en noem maar op en op. Maar echt van een grotere aantallen op het gebied van een vereniging, Joodse gemeente of zo. Ja. Nooit iets gehoord. En toen kwam Femke Halsema. Ik denk, nou ja, ik weet niet. En toen zei ze opeens, het heeft de koning behaagd om u officier te doen worden. Ik was ridder en ik ben nu officier. Officier in de orde van Oranje Nassau. Ja. Ja. Ja, ja. Ik heb daar een prachtig filmpje van gezien, wat erover gemaakt is. Ja. En ik heb ook gelezen, jij koopt geen Duitse auto's, hè? Nee, absoluut niet. Nee. En je weet op wat voor stoel je zat daar in de arena. Tuurlijk. Ja, ja, ik zal even iets vertellen. Na de oorlog zijn mijn pleegouders, dus mijn nieuwe vader en moeder, wij willen absoluut geen Duitse producten in huis. Absoluut niet. Ja. Dus toen kregen we voor het eerst, hadden we gespaard, gingen we een zwart-wit televisie kopen. Ja. Maar het moest een Aristona-televisie zijn. Want andere televisies, die waren drijven, dat was allemaal niet goed. Die televisie ging stuk. Toen kwam er een monteur uit de PC Hoofdstraat. Dat was een radio- of televisiezaak. En die wij allemaal eromheen staande vonden het interessant. Toen deed hij het scherm open. En het stond daar, Made in Germany. Ja. Nou, vanaf die dag hebben we dat opgegeven. Ja. En gezegd van, we kopen dus gewoon een stofzuiger en een strijkbout. En als het Duits is, ja, dan kunnen we niks aan doen. Maar ik ga niet een Duitse auto kopen. Ja. Maar jij zat op een stoel van Mercedes. Ja, dat kan. Ik zal misschien nu wel een computer hebben met Made in Germany. Maar niet bewust in een Duitse auto. Ja, ja. Femke sprak daar heel mooi. En die zei, je leven wordt meer beheerst door de oorlog dan door Ajax. Heeft ze daar gelijk in?
Nou, dat is niet helemaal waar. Het is zo, de hevigheid van Ajax zit in mijn hart. Ik ben Ajaxiet, dat blijf ik. Ja. Maar de oorlog, mijn ouders, met mijn familie, die zitten dag en nacht bij me. Er gebeuren, ook van mijn vrouw, er gebeuren zoveel dingen overdag met de kleinkinderen, met de kinderen, dat ik denk, ach, wat had ik dat nog even kunnen zeggen toen de tijd ook, toen we gingen trouwen. Er was bijna niemand meer. En die dingen, als ik iets doe, ook denk ik, wat zou mijn moeder gezegd hebben? Wat zou mijn vader gezegd hebben? Dat zeg ik dan. Dus ik ben altijd bezig, maar dan niet zo direct met de oorlog zelf, maar met, gewoon met de familie. En heeft je dat echt wanneer kwam dat besef voor het eerst bij je naar boven? God, had ik mijn vader dat maar geweten, had mijn moeder dat maar geweten? Had ik dat maar aan mijn vader kunnen vertellen? Of heb je dat altijd gehad? Heb ik altijd gehad. Ik ben 8 keer ondergedoken geweest. Ja, Ik kwam uit de oorlog. Ik was dus als een ziekelijk, stotterend jongetje. Ja. Ik ben naar Zwitserland gestuurd. Ik ben uiteindelijk toen ik... Laten we even terug naar je jeugd gaan. Want jij bent... tot 42 heb je in de Molenbeekstraat gewoond. Ja, Molenbeekstraat. Waar jij ook gewoond hebt. Precies, Molenbeek 34. Ja. Daar woonde later Adriaan Venema, de schrijver die zelfmoord gepleegd heeft. Die dat boek geschreven heeft over Tinus Oosendorp. De hardloper die op de in 36 derde werd, maar lid werd van de SS. Adriaan Venema. Op 30 woonde Ernst Jans van Doe Maar. En wij woonden op 26. En mijn grootouders hebben dus de hele oorlog door daar gewoond. Jullie woonden op 34. Weet je nog, zijn jullie verraden? Moest je je melden? Weet je nog, heb je nog enig idee hoe het kwam dat jullie in de Hollandse Schouwburg terechtkwamen? Want iedereen moest natuurlijk naar de Hollandse Schouwburg toe gaan. Maar... Ja, nee, maar bij mij is dat iets anders gegaan. Mijn moeder bracht mij naar school. Ja, klopt, je was op school. Hè, tot vanavond een lief zijn hoor. Ja, dat is de titel van je boek ook. Ja, mijn vader en moeder, die werkten alle twee bij de Fries van Buren. Ja, in de stad. In de Oudebreestraat. Ja. En mijn moeder, die kwam dus daar aan. En daar stond een grote Duitse overvalwagen voor de deur. Ja, ja. En al het Joodse personeel is toen meteen weggevoerd naar de Hollandse Schouwburg. Ja. Mijn vader heeft toen nog de buurman, meneer Kooltof, gevraagd of hij mij van school wilde halen en mij ook naar Schouwburg wilde brengen. Ja. Want waar de ouders zijn, moet het kind ook zijn. Ja, ja. Maar die heeft gedacht, dat doe ik niet. En die heeft mij toen gebracht naar de zuster van mijn moeder, naar tante Ju, in de Dintelstraat. In de Dintelstraat, om de hoek. Ja. Ja. En daar was ik aan het spelen en we zouden gaan eten. En mijn nichtje, dus wat nu mijn zusje is, die lag met roodvonk in bed. Ja. En toen werd er op de deur gebonkt, afmachen, politie. En toen kwamen er twee soldaten naar boven met een Hollandse politieagent. En die zeiden, ja, meekomen. En toen zei mijn tante, ja, dat kan niet, want mijn nichtje die is ziek, ja. Mijn dochter die ligt in bed. En dat ze hebben gesproken. Toen hebben ze, herinner ik me nog, een papier op de deur geplakt. Nou, want ze waren als de dood voor besmettelijke ziekte, hè, de moffen. Ja, precies. Ja. En nou, toen gingen ze weg en we komen wel terug. U mag niet naar buiten. Ja. Ja. En toen, op dat moment dat ze naar buiten gingen, kwam ik achter de deur vandaan, maar dan moest ik me verstoppen. Ja. En toen zeiden ze, wie is dat jongetje? Ja, ja, wat moet mijn tante zeggen? Dat is het zoontje van mijn zuster, Mietkomen. En ik moest mee, onder zijn arm. En ik ben dus voor de deur in de Dintelstraat dus in een auto gestopt. In zo'n grote Duitse truck waar allemaal mensen zaten. Met een koffer, met een opgevouwen deken enzovoort. En ik kwam dus in de Schouwburg aan met al die mensen. En ik kom dus daar binnen. En dan moet je voorstellen, die Schouwburg, dat was dus zeg maar een soort gymnastiekzaal. Iedereen zat op de grond en er waren geen stoelen, niks in. En jij was 6 toen, hè? Ja, 6. Ja. En ik zie dus op het toneel mijn vader en moeder staan. Met veel meer mensen natuurlijk. Ja, ja. Onder andere mijn vader en moeder. En ik liep dus naar mijn moeder toe. En ik wilde op het toneel klimmen. Ja, en toen werd ik dus door een verpleegster en door een Duitse soldaat weggesleurd daar. En naar de overkant gebracht van de kindercash. En heb ik 4 dagen en 4 nachten in een houten bedje gezeten. En geschreeuwd en geroepen om mijn moeder en mijn vader. Want ik wist dat ze aan de overkant waren. Ja, ja. Maar als je namelijk op het toneel moest gaan staan, dan betekende dat je dezelfde avond al weggevoerd werd via het Muiderpoortstation naar,
naar Westerbork. Ja. Dus jij bent een van die vele kinderen die, ja, doordat ze naar de overkant werden gebracht, naar de crash, het eigenlijk het overleefd heeft. Ja, ik ben dus inderdaad van de lijst van Walter Soeskind gehaald. Ja, ja. En mijn oom, die kwam mij dus halen. En wij kwamen dus weer terug in de Dintelstraat. Ja. En daar kon ik dus niet blijven. Nee. Want als ze mij gingen zoeken, dat jongetje wat 4 dagen had gegild, ja, en gezerfd. Ja. Dus ik en mijn tante die heeft dus een tas ingepakt met wat kleren voor mij. Ja. En een houten konijntje. En het, ja, houten konijntje op wieltjes. Ja. En dat heb ik 3 jaar geleden geschonken aan het Junior Verzetsmuseum. Ja, dat staat daar tentoongesteld. Ja, ja. En, dat, ja, heb je je hele leven bij je gehouden, hè? Of, ja, met je hele kindertijd, ook je onderduiktijd? Ja, ja, heb ik altijd, ja, bij me gehouden. Ja. In mijn tas. En die tas, ja, heb ik ook nog steeds bij me kunnen houden. Ja. En, en dan, ja, ben ik via 8 onderduikadressen uiteindelijk, ja, waar ik het de ene slechter had gehad dan, ah, nee, de andere. Daar komen we zo rijk. Want ik wil even nog... Daar gaan we straks wil ik wel wat uitgebreider op ingaan, je onderduikadressen, wat een kind allemaal meemaakt, want je was 6 genebbies. Je hebt even na de oorlog heb je ontdekt, dan je komt terug. Je hebt ontdekt dat je ouders op 10 februari 43 en 30 april 43 zijn vermoord en dat ze 10 weken in Westerbork zijn geweest. Hoe ben je erachter gekomen? Nou, na de oorlog, ja, dus ruim na de oorlog, ja, heb ik van een neef van mij een briefkaart gekregen. En mijn vader had een briefkaart geschreven naar zijn zuster. En, ja, zijn zuster, die woonde in de Biesbosstraat. Ja. En op die kaart stond, lieve familie, ook wij zijn nu aan de beurt. Ja, ja, wij, ja, hebben 9 weken in barak 65 gezeten. Ja, ja. Nu is het onze beurt. Wij gaan nu op transport. En we hopen jullie nog een keer terug te zien. En die briefkaart heeft hij mij gegeven. En dat was de brief van je vader? Een briefkaart van mijn vader, ja. En je moeder, weet je dat? Nou ja, hij heeft ook namens mijn moeder waarschijnlijk, ja, geschreven. Ja, want er zijn op verschillende data, begreep ik uit jouw gegeven, dat ze vermoord zijn. Op verschillende, ja, data. Mijn moeder is op 10 februari vermoord en mijn, ja, vader op 30 april 1943. Ja, 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 ja. Je hebt ook in die beroemde kindercrash gezeten, waar prachtige verhalen over verschenen zijn. Iet van Dijk bijvoorbeeld, kinderen. Het waren vooral vrouwen die daar kinderen weghaalden. Ja. Weet jij door wie jij, omdat vrouwen waren niet verdacht. Je weet ook, dat zal ook bekend zijn, als lijn 9 wegreed, dan kon je met een kind weglopen. Daar weet je waarschijnlijk niks meer van te herinneren, hoe je de Hollandse Schouwburg bent uitgegaan. Ja, 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 zeker. Ik ben door mijn oom Louis, dus mijn, ja, latere vader, ben ik opgehaald. Ja, nee, toen ben je terug, maar je bent daarna... Ja. Oh ja, klopt, ja. En toen, toen moest je naar het eerste onderduikadres. Ja, bij oma Co. Bij oma Co, in de Curaçaostraat. Nee. Oh. Oma Co, die was in Verswindestraat bij de Middenweg. Okay, die was onze melkrijder, was hij. Ja, ja. Die kende ik, want hij kwam elke morgen in de straat, kwam je met de melkkar. Ja. En dan konden de vrouwen, die konden melk halen en boter en eieren. En dat was mijn eerste adres. En hoe lang heb je daar gezeten, weet je dat? Ja, niet zo lang. Want ik huilde veel. En ik was echt heel, heel bang en verdrietig. En toen kwam de buurvrouw van boven, die kwam naar beneden. Ja. En die zei tegen Co, luister, wat is dat toch gehuil dat we iedere dag horen? Want jij, ja, hebt toch geen kinderen en geen kleinkinderen? Ja. En toen zag zij mij. En ja, nu is Co kennelijk heel bang geworden. En toen is er een meneer gekomen. En dat was, die heette in de oorlog Piet Bakker. Ja, maar die heette, dat was Piet Bosboom. Ja. En die heeft mij dus meegenomen en gebracht naar een familie in de Curaçaostraat. Ja. En dat was een, ja, 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 dat was een vader en een moeder met 2 kinderen. Ik mocht met die kinderen niet spelen. Ik mocht ook nergens aankomen. En ik sliep dus in de hal op een matrasje. En waarom hebben die mensen jou, heb je dat later wel eens na de oorlog gevraagd, waarom hebben die mensen je dan in huis genomen? Die hebben ervoor betaald gekregen. Ja. Ik heb begrepen van mijn tante, mijn tweede moeder, ja, dat mijn ouders, mijn moeder en nog, en mijn vader, hadden een op de gemeentegiro heette dat nog, een rekening. Ja, ja. Ja. En dat geld hebben zij gebruikt om mij te laten onderduiken. Bij al die, ja, adressen heeft ze mij, ja, dus, heeft ze mij dus kunnen betalen. Je bent redelijk negatief over die mensen, kan ik me voorstellen. Maar ze namen gek genoeg wel een risico tegelijkertijd. Of allemaal, was het alleen maar... Ja. Nou ja... Natuurlijk, dat zeg ik altijd als ik mijn lezingen hou. Je kan wel ergens slecht behandeld zijn. Ja. Maar die mensen
hebben toch met gevaar voor eigen leven mij in huis genomen en mij de oorlog doorgesleept. Ja, ja. Goed, maar het neemt niet weg, als je iemand in huis neemt, een kind, dat je daar toch een klein beetje liefde voor moet voelen. Ja. Ik bedoel, ze hebben me nooit naar bed gebracht. Ik heb altijd slagen gekregen bij de eerste adressen. En ja, dat was heel vervelend. En waren de andere kinderen werden wel anders behandeld? Dat merkte je? Ja, die hadden een eigen kamer en een eigen bed. En die werden minder geslagen? Nooit, zover ik weet. Nee, dat zeg ik altijd. Mijn ouders zijn ondergedoken geweest in Friesland een jaar lang. En die hadden geld en die hebben nooit een cent mogen betalen. Ja. Dat is ongelooflijk van Jelle en Jeltje de Vries. Maar goed. Nog even terugkomen op het betalen. Ja. We hebben na de oorlog, heeft mijn tweede moeder, mijn tante, die heeft een brief gekregen. Die heb ik in mijn bezit. Ja. Waarop de Friese mensen, waar ik ondergedoken ben geweest. Ja, het lijnt, enzovoort. Die eiste 2600 gulden van achterstallig geld wat niet betaald is geworden. Pardon? Dus er is wel betaald, maar dat geld is nooit aangekomen. En daar zijn dus ook brieven van meneer Piet Bakker, van Bosboom. Ja. Die zegt, dat geld heb ik natuurlijk altijd ontvangen. Ik heb dat geld ook doorgesluist, maar ik moest natuurlijk voor de diensten die wij allemaal hebben uitgevoerd, wat geld achterhouden. Ja. Want wij moesten bonkaarten pikken enzovoort, enzovoort. Maar dat waren die mensen waar je het wel goed hebt gehad. Die Heitemem mee spreken, bij Paken en Beppe. Klaas. Precies, met Paken en Beppe. Maar die hebben later toch nog geld geëist. Ja, ik weet niet of zij het gedaan. Die brief kwam niet van hun, maar die kwam van een dochter van hun. Okay. Want je hebt later nog wel een Yad Vashem onderscheiding. Ja, heb ik ervoor gezorgd. Zeker. Ja. Goed. Het blijft dan toch bijzonder dat je hoeveel mensen moesten betalen en niet moesten betalen. Maar goed, even, toen wordt die Piet Bakker dus, die meneer Bosboom, heeft hij het overleefd? Ja, ik heb hem nog heel lang behandeld. Ach. Want het was namelijk zo, hij was dus ook weer voor een zaakje in Amsterdam. En toen hij daar bezig was met bonkaarten en met geld, toen kwamen de Duitsers naar binnen. Ja. En toen is hij van het balkonnetje van de eerste verdieping naar beneden gesprongen. Het heeft hij zijn rug geblesseerd, zeg maar. Ja. En daar heb ik hem na de oorlog nog een tijdje over, toen ik fysiotherapeut was, nog mogen helpen. En die hebben we trouwens ook een Yad Vashem onderscheiding mogen uitreiken. Want het is ongelooflijk als je ziet wat zo'n man gedaan heeft. Die heeft jou verschillende keren opgehaald. En dat doe je toch allemaal met gevaar voor eigen leven. Ja, en je dat brengen, met de trein brengen. Ja. Hoe kan je nog iets herinneren van die man verder? Hoe die toen was tegen jou? Was hij wel lief tegen jou? Heel aardig. Ik moest hem een hand geven, maar ik mocht niks zeggen. Ik had in die tijd dus, had ik een jodenster op al mijn kleren. Die heeft hij er allemaal afgehaald natuurlijk. Ja. En we gingen met de trein. En dan zei hij ook nog tegen me, Salo, je mag niets zeggen. Klopt. Je kijkt maar naar buiten, maar het was 's avonds, dus het was pikken donker. Dus was niet ik kon niet naar buiten kijken. Maar jij kijkt maar naar buiten. En als mensen tegen je gaan praten, je zegt niets. Ik doe het woord. Maar we zijn nooit, zover ik weet, aangesproken. Nee, dat is toch knap. Want al die 400-500 kinderen, misschien ongeveer die dan door die uit die Hollandse Schouwburg met treinen gebracht zijn, waren allemaal kinderen van jouw leeftijd. Zijn door mensen van een jaar 5, 26 met gevaar. En die hebben allemaal altijd gehoord, je mag nooit wat zeggen. Je moet net doen of je doofstom bent. Nee, precies. Ja. Goed, toen ben je in Amersfoort terechtgekomen. Oh ja, in Amersfoort. Ja, dat was een familie. Ja. Met een vader en een moeder en één jongen. En die jongen die studeerde op het conservatorium. Studeerde gitaar. Wist je waarom die mensen jou in huis namen? Was het uit menslievendheid? Heb je dat ooit later vernomen, waarom die mensen dat deden? Nee, ik ben nooit achter die mensen hun adres ben ik gekomen ook. Nee, die mensen hebben ook na de oorlog nooit meer iets van ze laten horen. Nee. En daar heb ik dus heel slecht gehad. Want ik op een of andere manier had die gitaar enorme aantrekkingskracht op mij. Ja. En wij sliepen dus boven. Ja. En beneden was de huiskamer. En als die jongen nou weg was, dan sloop ik naar boven. Ja. En dan pakte ik die gitaar. En dan, ging ik een beetje spelen, een beetje tokkelen. In mijn optie klonk dat hartstikke goed, maar dat klonk natuurlijk helemaal niet goed. Maar dan was ik zo stom als ik die gitaar uit de hoek van zijn kamer had gehaald, om daar niet neer te leggen weer. Maar die legde ik dan op zijn stoel of op bed. En dan kwam hij om 4 uur uit het conservatorium. Dan liep hij meteen naar boven en dan zei hij,
Hey, heb jij godverdomme aan mijn gitaar gezeten? Nou ja, en toen kreeg ik links en rechts klappen van hem. Ja, verschrikkelijk. En ja, toen moest de dokter. En heb je komen. Later wel eens na de oorlog gekeken wie dat was? Ik hoop geen succesvolle gitarist geworden. Of heb je ben het later na de oorlog wel eens gaan nakijken? Of heb je het allemaal kunnen rusten? Nee, dat heb ik eigenlijk nooit gedaan. Ja. Ik heb al omdat je het toch zegt, ik heb alleen met de mensen in Friesland. Ja. Heb ik nog na de oorlog, tot en met vandaag eigenlijk, nog steeds contact. Ja. Want, ik geloof je zegt ergens, Ed van Tijn zegt altijd, die had 1100 adressen, ik 8. Maar jullie leven is natuurlijk echt verschrikkelijk hoe jullie jeugd verknald en verpest is. Ja. Ed is trouwens 2 jaar ouder dan jij bent en die zit nu in een verzorgingstehuis. Ik weet het. Ik heb contact met hem, ja. En dan gaat het overigens mentaal heel goed mee, maar fysiek heel moeilijk. Ja. En dat weegt heel moeilijk. Mag ook geen bezoek nu krijgen. Toen ging je van Amersfoort, dan word je weer gebracht naar Koog aan de Zaan. Kun je dat herinneren, hoe dat dan gaat? Want dan moet je weg in Amersfoort, dan komt die meneer Bosboom weer, die Piet Bakker. Ja. Nou, die man, die moet dat dan maar weer doen, die moet weer een adres vinden. Gingen we weer met de trein. En toen kwamen we dus aan bij, ik weet dus nu precies hoe dat zit. Ja. Toen kwamen we aan bij de familie van Eikeren. Ja. En die was hoofd van de christelijke basisschool. Ja. Hele vroom protestantse christelijk, mensen. Ja. Maar net de mensen. Hele aardige mensen, dat herinner ik. Maar ja, en ik zal je vertellen wat er gebeurt. Ik stel je voor, ik kom dus de kamer in. Ja. En op de bank in de huiskamer zitten mijn tante en mijn nichtje. Ja, ja. Nou. Dat wist je niet. Ik kan er nog voor van schieten. Ja. Dat is ongelooflijk. Ja, huilen, mijn tante huilen. Mijn nichtje was veel kleiner, want die is 3,5 jaar jonger. Ja. En by the way, dat is mevrouw Blasband. En ze zit me steeds aan te kijken. Dus ik kijk steeds naar mijn zusje. Zo moet ik het zeggen. Ja, wat ik leuk vind. Ja. Nou ja, daar zijn we in huis geweest. En we leerden daar weinig. Alleen, we leerden daar bidden. Ik moest morgens bidden, ik moest s'avonds bidden, voor het slapen bidden. Dat is niet zo erg. Nee, helemaal prima. Nee. Ja. En we mochten toen niet op straat. Nee. En we mochten ook niet naar school. Ja. Maar als het mooi weer was, dan mochten we wel in de tuin. Ja. En dan moet je je voorstellen, het was een mooie tuin met een ligusterhaag. Ja. En in die haag, er zat een opening. Ja. Waarom? De buren van meneer en mevrouw van Eijken, hadden een mongoloïde. Ja. Een jongen met Down-syndroom. Ja. Ja. En die kwam af en toe bij ons praten. Ja. En op een avond zaten we met z'n allen in de tuin. En kwam hij opeens aanlopen, een beetje gebocheld, een aardige jongen trouwens. En toen zei hij, ome Jaap, ik weet dat jij jodenmensen hier hebt. Ja. Ja, en dat ga ik lekker aan de Duitsers vertellen. En dan krijg ik zakgeld. Zo mongoloïde was hij niet. Dat was natuurlijk buitengewoon dramatisch. Ja. En het was een hoop heisa. Ik weet wel, ik werd meteen weer opgehaald. Of meteen een paar uur later door Piet Bosboom. Ja, en je tante en je nichtje. En mijn tante en mijn nichtje die werden opgehaald. Ik weet niet door wie. Ik geloof een mevrouw. En die zijn uiteindelijk terechtgekomen in Nederhorstenberg. Ja, Nederhorstenberg, ja. Bij Hoedmer, bij de wasserij Hoedmer. Die hebben het heel goed gehad, gelukkig ook. Die zijn daar gebleven? Die zijn daar de hele oorlog gebleven. En mijn oom, die is ook in Neder-Oosterberg terechtgekomen. Ja. Niet op hetzelfde adres, maar die hebben daar met z'n drieën toch in Neder-Oosterberg gezeten. Ja, ja, een soort hoge nestverhaal lijkt het dan, Nero. Maar goed. En toen moest jij, dus jij moest weer weg? Ja, toen kwam ik terecht. En dat is een heel leuk verhaal. Ja. Bij de familie van de Valk. Ja, ja. Er was een speelgoedfabriek. Ja. En die hadden een zoon. En die zoon die heeft met mij mogen spelen in de tuin. Ja. En dat was hartstikke leuk, want die man die maakte dus houten autootjes, houten treintjes enzovoort. Ja. En nou, daar ben je liefdevol ontvangen dus. Buitengewoon. En weet je of daar ook betaald aan moest worden of weet je dat niet? Ja, er is wel betaald. Ja. Dat heb ik wel gehoord. Maar... Oké, dat is allemaal niet erg. Die mensen hebben... En het leuke is, ik vertel dit verhaal in het Verzetsmuseum. Ja. En er staat opeens een jongen op. Ja. Achterin de zaal. En die zegt, Salo, mag ik eventjes jou wat laten zien? Vind je het erg als ik je even onderbreek? Nou, ik vond het niet erg. Ik zeg, kom maar naar voren. En toen zegt hij, jij vertelt dat verhaal van die familie van de Valk. En die jongen waar jij mee speelde, hij zegt, ik ben die jongen. En ik heb hier foto's van mij en met jou, dat we samen in de tuin aan het spelen waren.
Nou, dat kon ik me dus goed herinneren. En hij vertelde het ook nog. Dus het was, dat was heel erg leuk. Dus die foto's heb je ook. Maar goed, ook daar moest je weer weg. Want meneer Van der Valk had een voorman. Precies. Ja. In de fabriek was een voorman. Ja. En die waarschuwde hem dat er mensen lid van de NSB waren. Ja. En toen moest ik weg. En toen kwam ik dus met de trein. Toen kwam weer met de Bosboom. Ja. En toen bracht hij mij naar Ureterp in Friesland. Hoe ben je met de trein? Zijn jullie met de boot gaan dan? Enkhuizen? Ja, we zijn eerst met de trein een stukje. En toen met de boot. En toen naar Lemmer. En toen met een paard en wagen opgehaald. Ja. In ieder geval. Ja. Ik was hartstikke bang. Het was pikken donker. Ja. Dat we daar aankwamen. Er sprongen direct twee honden tegen me op. Ja. Ik verstond die mensen helemaal niet. Die mensen spraken Fries. Ja. En even en die meneer Bosboom, die vertrouwde je, dan liep je aan de hand. Daar voelde je wel al meteen dat dat klopte. Je vertrouwde je. Want je was toen, je was 8. Ja. 7, 8 jaar. Tuurlijk, hij kon gewoon met mij praten. Ja. En hij vertelde dus dat het was gevaarlijk om daar te blijven. En ik breng je nu naar een boerderij in Friesland. En wist jij al toen wat Jood zijn was? Nee. Nee. Als je zegt, weet je wat Jood zijn was? Nee, dat wist ik niet. Nee. Want ik ben natuurlijk in die onderduik steeds door andere mensen in een geloof meegenomen. Ja, bij Van Eikeren moest ik dus bidden. En dan, bij die Van der Valk, daar moest ik ook bidden. En toen kwamen we dus in Friesland. Ja, in Ureterp. En daar was dus niks. Nee. Ik sliep in de bedstee. Ja. En het erge was, dan ging ik s'avonds werd ik daar ingetild, want ik was natuurlijk nog klein. En dan gingen de deuren dicht voor de bedstee. En dan sliep ik op een matras van hooi. Ja. En het dekbed, dat was van stro. Ja. Maar het bleek dat ik daar ongelooflijk allergisch voor was later. Ik kreeg er dus een soort astma. Ja. Maar als ik me naar de wc moest 's nachts, dan klopte ik op de deur aan de binnenkant. Maar ja, dat hoorde geen mens natuurlijk. Nee. Dus ja, wat gebeurde er? Ik plaste en poepte dus. En je kon hem niet van binnen, want ik weet, mijn ouders sliepen ook in een bedstee. Ja. Mijn broertje ook. Maar die konden hem wel van binnen openmaken. Dat, maar ja, was... dat kon ik niet. En je had geen wc. Je had een huske. Een huske buiten. Huske buiten, Maar en er was een allesbrandertje. Er was ook geen verwarming. En ik kan je echt herinneren dat je in je bed geplast hebt en dat je dat liet opdrogen tot de volgende ochtend. Dat kan je ook echt herinneren. Ja, dat herinner ik me. Ik was hartstikke nat altijd, Ach, God. Maar ze waren nooit boos op me. Ze draaiden wel die matras om. Ja. Maar als je die 2-3 keer hebt omgedraaid, dan blijf je op een natte matras slapen natuurlijk. Ja. En water inderdaad, ook douchen, maar goed, dat heb ik... Dat was, geen douche. Nee, dat zeg ik, dat was een tobbe. Was een waterput buiten. Ja. En dan werd er dus met een emmertje, moest je water eruit halen. En dan gingen de keteltjes op dat allesbrandertje. En dan op zaterdagmorgen werd die wastobbe, die werd gevuld met water. En na een half uur was er genoeg warm water. Dan ging eerst de boer ging erin. Ja. Dan ging de boerin erin. Ja. Dan de zoons. Ja. En als het water vies en koud was, dan werd Japje. Want ik moet nog even zeggen, ik heette toen geen Salo meer. Nee, Japje. Toen Japje genoemd. Ja. Jaap Mulder. Ja, maar als je aan Jaap denkt, dan denk je aan een grote, stevige jongen. En ik was een klein, stotterig, huilerig jongetje. Ja. En dat is een Lietse Japje. Ja. En dat is dus de kleine Jaap. Ja, Lietse is klein in het Fries, En dan mocht ik ook nog even in het water. Het gevolg was dat ik dus luizen kreeg. Ik kreeg eczemen op mijn lichaam. Ja. Ja, en dat ging niet over. Tot ik daar, ook door een of ander vreselijk iets wat er gebeurde, moest ik daar weg. Ik mocht dus niet op straat. Ik mocht wel in de weilanden een beetje. Ja, ja. En ik mocht helpen melken, de koeien. En we gingen op zaterdagmorgen met een paard en wagen, met Hinder en Ween, dat moet jij weten dus, gingen we dus naar Drachten Compagnie. Ja. En daar gingen we dus bij Van Wijk, dat was een winkel, gingen wij inkopen doen. Ja. En op een ochtend stonden we daar weer en toen kwam er een jongen, die stond achter de balie. Ja. En die zei opeens tegen Onne, zo heette die boer. Onne. Onne, ik weet dat Japje een jodenjongetje is. Ja. En ik heb veel vrienden bij de NSB. Ja. En ik zou hem best eens aan kunnen geven, want dat levert geld op. Ja. En toen zeiden ze, Japje, ga maar even in de hoek staan van de winkel. Ja. En toen kwam de eigenaar met de boer, mijn boer, met een hooivork terug. Ja. En toen hebben ze die jongen dus, waar ik bij stond, met die hooivork doodgestoken. Ja. En die bloedde daar dus dood.
En die hebben ze dus weggesleept daar. Er is zand gestrooid, er is stro opgegooid. En ik ging met paard en wagen gingen we naar de boerderij. En ik moest weg. Ja. En toen kwam ik terecht uiteindelijk bij de boer Wiegersma in Friese Palen. En Friese Palen is een klein dorpje op de Friese Groningse grens. Ja, ja. En het was een grotere boerderij, maar er was verder ook niets. Dus ook buiten plassen en poepen, ook in de bedstijl. Ja, dat deden ze zelf. Ik bedoel, dat was, dat weet ik van mijn ouders ook, er was geen stromend water. Nee, natuurlijk niet. Je moest water uit de put halen. Ja. En dat was buiten, en het huske was buiten. Maar zo leefde zij zelf ook. Het was niet dat jij apart zo behandeld werd. Nee. Ik was een onderdeel van de familie. Precies, je was één van hun. Ja, natuurlijk. Ja. Ik ben ook als zodanig behandeld, hoor. Ja. Daar heb ik het helemaal niet slecht gehad. Nee. Dus nee, hoor. Alleen, vlakbij op het erf, op het land van die boer, ja. Hè, in Friese Palen, ja. Was het kamp Trimont. Dat is een heel berucht Duits kamp. Ja. Dat ken, en dan kwamen ze één keer in de week met een grote truck, kwamen ze het erf oprijden. En dan werd ik dus in de bedstee gestopt. En dan moest ik net zo lang blijven zitten tot ze weer weg waren. Ja. Want die Duitsers die moesten eieren, die moesten boter, die moesten aardappelen en groenten hebben. En dat werd ingepikt. Ja. En, En je moest zo dat je die Duitsers te vriend houden. Ik weet, vlakbij waar mijn ouders waren, was ook een Duits kamp. Maar die Duitsers, dat waren niet eens de meest vervelende Duitsers. Het waren soldaten die dat helemaal niet zo interesseerden. De Nederlanders waren vaak erg gevaarlijker voor Joden. Ja, zeker. Ja, natuurlijk. Ja. Maar ik werd daar dus ook verraden. Ja. Ze hadden mij gezien en ik moest daar dus weg. Ja, en, toen werd ik opgehaald door een oudere man. Op de fiets, achter op de fiets. Ja. En dat bleek Omke te zijn. Ja, Omke Vellinga. En in Friesland heb je Paken en Beppe. Ja. Maar de Paken was overleden. Ja. En Paken en Beppe vallen zeker uit zijn oma en opa. Ja. En Beppe die wilde dus niet. Die wilde weer trouwen. Maar die kinderen wilden geen Paken zeggen. Nee. Die zeiden Omke. Omke. Dus ik kwam terecht bij Omke en Beppe. Ja. Hele erg lieve oude mensen. Ze waren zo lief dat ik eigenlijk dacht dat het mijn opa en oma zouden kunnen zijn. Ja. En daar hadden ze een kippenhok. Ja. En als er wel eens visite kwam, dan moest ik in het kippenhok. Ja. Nou ja, en daar mocht ik natuurlijk niet bewegen. Want als je tussen 60 kippen gaat bewegen, dan gaan die kippen fladderen. Ja. Dat maakt ontzettend lawaai. Ja. Dus ik zat daar op mijn 18e jaar regelmatig in het kippenhok te hoesten en te proesten. En was je toen nog steeds bang of had je je angst toen wel overleefd? Nee, toen herinneren. Was ik niet zo bang, want ze waren heel lief voor me. Ja, het was de eerste keer dat er mensen lief voor me waren. Ja, ik had ook een warm water in de tobbe. Ja. Ze waren ook lief voor me. Beppe was liever voor me dan Omke. Ja, nou ja, goed, ja. Maar nee, maar dat vond ik wel heel vervelend, hoor. Ja. Want Beppe die leed aan epileptische aanvallen. Oh, ja. En dan was Omke wel eens niet lief voor mij. Ja. En dan werd zij heel boos. Oh ja, ja. En kreeg ze een epileptische aanval. Ach, God, en dan viel ze op de grond. Ja. Nou, dat vond ik verschrikkelijk. Nee, voor een kind is dat verschrikkelijk. Dus dat waren hele vervelende momenten. Ja. Dan is de oorlog ten einde. Ja. Dan ben jij gewoon dat Friese jongetje. Ja. Jaapie, mijn broer was dat ook, Bertje de Vries, sprak ook alleen maar Fries. Ja. Mijn broer heeft eigenlijk altijd, mijn ouders hebben dus overleefd, maar ik denk als ik mijn broer zijn hart had gekeken, had hij bij zijn height and man willen blijven? Hoe was dat bij jou? Nou, ik was zo ongelooflijk ingeburgerd. Ik sprak goed Fries, ik mocht na de oorlog naar school. Ja. Ik ging, naar de christelijke school in Drachten Compagnie. Ja. En daar moest je dus iedere keer een psalmpje op zeggen. En dan krijg je een boekje met een stempeltje. Ja. Nou, ik had het mooiste boekje en de meeste stempeltjes, want ik kende al die psalmpjes uit mijn hoofd. Ja. Maar op een ochtend, we hadden een dokter daar. Ja. En die dokter reed op een motor. En op een keer kwam dus de motor naar school. En de dokter kwam er aflopen. En die zei, Japje, ik kom je halen, want we hebben een verrassing voor je. Ja. Nou, je gelooft me niet. Ik wist niet wat een verrassing was. Nee. Ze hadden nog nooit mijn verjaardag gevierd. Nooit Sinterklaas, nooit Kerstmis. Ik wist niet wat een verrassing was. Ja, bij Beppe. Oké, dus wij naar Beppe. En in de huiskamer van Beppe staat mijn tante Ju. Ja.
Nou, ik ben zo ongelooflijk geschrokken. Ik heb ook geelzucht gekregen van de schrik. Herkende je haar nog? Wat zeg je? Herkende je haar nog wel? Ik weet het niet. Nee. Ik ongetwijfeld, denk ik, maar ik ben gaan huilen. Ja. Ik was bang. Ja. Ik dacht, oh god, moet ik nou weer weg bij Beppe en Onke? Ja. Want dan heb ik het zo lekker. Ja. Zo rustig. Maar ik moest mee. Dat heb ik niet begrepen. Nou, ik niet meteen. Maar ik had wel begrepen dat ze zei, je moet naar Amsterdam en je bent familie van ons. Ja. En toen... Weet je wanneer dat was? Of was dat, was dat 45 nog? Of was dat... Nee, dat was eind 46. Eind 46. Dus je hebt anderhalf jaar heb je daar nog in Friesland gewoond. Ja. Nou, Friesland is het laatste bevrijd hè, van alle... April. Maar goed, oké. Dus, zij brachten mij dus naar Amsterdam. Ja. Eerst met de boot en toen bij het Centraal Station met de trein. En dat vond jij verschrikkelijk, hè? Ja, ik vond het heel erg. Ja, mijn broer heeft ook zo gehuild toen hij weg moest bij zijn onderduik. Dan had hij dus zijn ouders... Die heeft ook zo gehuild toen hij weg moest bij zijn onderduik. Ouders. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Ja. Ik kwam dus in de Biesbosstraat aan. En ik kon ze ook niet goed verstaan. Mijn tante niet. Ik kreeg opeens allemaal ooms en tantes erbij. Want alle buren wilden me zien. En ik kreeg Even, het huis in de Biesbosstraat. Nummer 50. Was dat, bij spreken, hoe kregen ze dat huis? Was dat gepulst afhankelijk? Of hoe? Enig idee? En dat weet ik niet. Oh. Zij woonden dus, toen ik daar uit Friesland kwam, hadden zij dus een huis in de Biesbosstraat. Alles dus gekregen. Wat prachtig. Het leek voor want mij je weet ook, heel veel Joden die terugkwamen, zagen NSB'ers in hun huis, tot en met de ochtendjas, die is niet van u. Zij woonden in de Dintelstraat. Ja. En dat was dus wel gepulst. Daar woonden dus andere mensen. Ja. En mijn tante en oom en mijn nichtje, die gingen dus wonen in de Biesbos. Weet je hoe zij overleefd hebben? Ja, ze hebben de oorlog in Neder-Oosterberg. In Neder-Oosterberg. Ja. Goed. Dat was voor mij het Hilton Hotel. Ja. Want ik kreeg een eigen kamer. We hadden een badkamer met een bad en een douche. Een keuken, een toilet met ik moest doortrekken. Ja. Ik moest elke ochtend moest ik douchen. Ik had een wastafel in mijn kamertje. Ja. Ik kreeg eten. Ja. Maar nu komt het rampzalige. Ja, en die geelzucht? Die geelzucht die is vanzelf overgegaan. Ja. Maar ik lustte het eten van mijn tante dus niet. Nee. Hoewel ze heel lief kookte en alles. Nee. Ja, ik was dat niet gewend. Nee. Ik was zo'n slechte eter. Dat ze, toen was ik dus 9 jaar. Toen moest ze me dus voeren. Ja. Want ik wilde niet eten. Ja. Toen heb ik er op een keer een leuk verhaal even. Toen had ze ook nog voor mij iets, een nagerechtje gemaakt. Ja. Een roze puddingje of iets dergelijks. Ja. En dat wilde ik niet. En toen werd ze zo kwaad. Ja. Toen heeft ze dus dat puddingje op mijn hoofd gegooid. Zo kwaad. Het stond je wel. Ja, het stond heel leuk. Maar het erge was, ik braakte elke avond mijn eten uit. Ja. Ik kon het niet. Nee, en toen hadden we in die tijd een hele leuke kinderarts, dokter Friedel Wijdop. Die hebben we allemaal gehad. Daarom. En die heeft gebeld. Iedereen die u luistert herkent hem. En die heeft ze gebeld en gezegd, dokter, zo. Ja. Laat hem het opeten. Als hij kotst, opeten. Ja. Mijn tante, met tranen in de ogen heeft ze dat gedaan. Ja. Maar het heeft zo goed geholpen. Ja. Ik heb nooit meer gekotst en ik ben gaan eten. Ja. En dan, je ziet er zo goed uit, je eet nog, denk ik. Uiteraard, maar ik was hartstikke ziek. Ja. En mijn tante en mijn oom hebben er alles aan gedaan. Mijn honden dokter gezocht. Ik moest naar Zwitserland. Ja, wacht even, want je ging ook naar de Dongerschool, hè? Ja, dat was dus later, hè? Dat is na Zwitserland pas? Ja. Oké, je ging naar Zwitserland toe, En want was ziek. Met een kindertransport. Ja. En dat vond ik vreselijk. Ik was niet gewend in de Biesbosstraat. Ja. Bij mijn tante en mijn oom en mijn nichtje. En ik moest opeens weg. Ja. En toen kwam ik terecht bij hele vrome Joodse mensen in Luzern. Ja. Ik kon, dan moest ik weer Duits spreken. Ja. Dat was dus rampzalig. En dan moest ik mee naar Sjoel 's morgens. En die gingen elke morgen naar Sjoel. En zaterdag. En altijd. Ja. En dat was heel vervelend. En waren die mensen lief voor je wel? Waren die mensen wel lief voor je? Of die waren heel lief. Heel erg lief zelfs. Want er was iets gebeurd. Dat waren jongen, het was een jong echtpaar. Ja. Zonder kinderen. En ze werkten alle twee. Ja. En maar ik liep daar dus
gewoon in huis rond. Ja. En op een keer kwam die meneer, dus die kwam een keer vroeg thuis. Ja. En er was wel een dienstmeisje, die paste op mij. Ja. Dat was een heel leuk meisje. En op een gegeven moment liep ik weer eens een keer de kamer in. Ja. En toen lag meneer op de bank met het dienstmeisje een vrijpartij ja, te doen. Ja, ja. Nou, en hij was zo geschrokken dat ik dat had gezien, dat hij mij vanaf die dag, elke dag als hij van zijn werk kwam, gaat hij me een postzegelverzameling heeft voor me gemaakt. Ja. Hij had me elke dag mooie postzegels. Nou, maar ik moest daar weg, want het was een Lucerne ligt te laag. En voor hij was zo vroom dat hij wel de dienstmeid, dat is dat het mopje van die rabbijn naar het rabbijnencongres. Ja. Dat ken je of niet, dat hij in New York aankomt? Ja, mag ik zeggen? Ja, nee. Rabbijn naar rabbijnencongres en vreselijke vertraging. En hij wordt de opperrabbijn van Jeruzalem, maar komt aan in New York. En ze vinden het verzin dat hij vertraging heeft. Dan krijgt een chique hotel. En hij komt boven en er ligt een prachtig niche in zijn bed. Zegt hij, een schande, ik ben de opperrabbij van New York, van Jeruzalem. Een schande dat jullie dit mij flikken. Wil het meisje zich aankleven, zegt hij, blijf jij maar liggen. Jij kan er niks aan doen. Ja, ja. Maar goed. Dat was ook zo. Ja, goed, hij kon er ook niks aan doen. Ja. Nee. Goed, dus ik moest naar Zwitserland en toen kwam ik in Davos terecht. Ja, ja. En ik had net 3 maanden... Het bekende Davos. Wat zeg jij? Het bekende Davos, waar dus kinderen naartoe gingen. Daar kwam ik terecht in Kinderheim Vilayeni. Ja. En het bestaat nog. Ja. Alleen is het nu een oude vandaag een verzorgingstehuis. Ja, ja. Maar het is leuk, het bestaat nog. Ben je er nog wel eens geweest? Nee. Maar er is iemand geweest, die heb ik gevraagd, als je daar komt, ga eens even kijken. En die heeft het gevonden. Ja. Nou, daar ben ik dus 3-4 maanden geweest. Ja. En dat was heel erg moeilijk, want ik moest daar, ten eerste moest ik goed de taal leren, maar ik moest daar weerbaar worden. Dus ik moest daar skiën en ik moest lopen in de sneeuw enzovoort enzovoort. En nou goed, in ieder geval... Heb je leren skiën? Ja, ook leren skiën. Ja. 3 maanden lang, elke dag skiën. Dus je begrijpt, ik ga nooit meer naar de wintersport. Ik vind het verschrikkelijk. Maar toen kwam ik weer in de Biesbosstraat. En toen had ik net goed weer Duits leren spreken. Ja. En toen moest ik weer Nederlands spreken. Ja, ja. En toen gebeurde er iets wat mijn leven eigenlijk veranderd heeft. Ja. Toen kwam er een brief van het Rode Kruis. Ja. En die heb ik hier dus. En daarin werd gezegd dat Louis Müller en Lena Müller-Blitz in Auschwitz op 10 februari en op 30 april daar overleden waren. Ja, nou, overleden. Ze waren dus vermoord, hè? Maar goed. En toen was ik daar zo kapot van, want we hadden altijd nog het idee dat mensen na de oorlog, zelfs jaar na de oorlog, kreeg je toch die brief? Weet je wanneer die brief kreeg? Nou, dat zal geweest zijn. Wat zeg je? 48? Ja, 48. Ja, eind 48. Ja, ja. En toen zei mijn tante, nou, luister nou, wees nou niet zo verdrietig, want we zijn allemaal verdrietig. Ja. Hè? Je mag ons papa en mama noemen. Ja. En je zusje en je nichtje wordt je zusje. Ja. Nou, dus ik kreeg een nieuwe vader en moeder. Ja. En dat was natuurlijk, kijk, als je nu uit school kwam, maar ik ging dus naar de dommerschool. Ja. Ik was dus wel 3 jaar ouder dan de meeste kinderen. Ja. Ik moest het ook meteen in de 3e klas beginnen. Ja. En we hadden mevrouw Vlag, dat was een lerares. Ja. En die heeft mij, ik ging van 9 tot 4 naar school. Ja. En van 5 tot 7 moest ik elke dag bijles hebben. Ja. Nou, dat was natuurlijk heel vervelend. Want iedereen ging op straat knikkeren en hoepelen en voetballen. En ik mocht dat niet. Nee. Maar heb je de dongerschool wel afgemaakt? Nou, wie heb ook op de dongerschool gezeten. Ja. Wie heb je nog meer op de dongerschool als leer? Weet je nog wie je had? Ik had meneer R.H. Zandvoort. Dat was de directeur. Zandvoort, was de directeur. Ja. Meneer Brandt, mevrouw Valenza. Valenza, die heb ik ook. Valencia, trouwens. Valencia heb ik ook gehad, Veenboer. Nee. Oh. Meneer Bouwman. Oh, Brand heb ik ook gehad. Ja, maar goed. En werd je daar, voel je dat je daar opgenomen werd door de andere kinderen, dat je deelgenoot van die klas was in de dorp? Nou, ik zal je vertellen, het gekke was, ik had in die tijd kreeg ik weer astma. Wat ik weer heel vaak erg benauwd. Ja. En ik stotterde.
Ja. En ik kan me niet, zoals je nu wel eens heb je gehoord van kinderen, dat ze zo gepest zijn. Ik kan me niet herinneren dat ik ooit gepest ben op school. Wat lief, wat leuk. Nou had ik ook een heel iets. Ik had een tante, tante Loes, in Amerika wonen, in New York. Ja. En tante Loes die stuurde ons elke maand een pakket met sorry, even een slokje drinken. Ja, neem een slokje. Die stuurde ons een pakket met koffie en allerlei dingen. Ja. Maar ook kauwgum. Ach ja. En ik had kauwgum. Ja. En dat nam ik dus mee naar school. En ik kon de kinderen dus, als ik die vervelend vond, een reepje kauwgum geven. Ja, dus ik stikte van de vrienden en de vriendinnen. Ja. En toen ging je naar het Amsterdamse Lyceum? Ja, op het Amsterdams. Ja. Dat ging de eerste twee jaar ging fantastisch. Ja. Meneer Gunning, die had ook gevoel daarvoor. Er was na de oorlog ook... Zaten er veel Joodse kinderen bij jou in de klas? Want je zat met 40 in de, klas op de domme school. Redelijk wat Joodse kinderen. Ja. Ja. Ook bekende kinderen. Ja. Heel veel Joodse kinderen gezeten hebben. Ja. Lieter Asscher en van de Asscher-familie. Ja, maar goed, heel veel Joodse kinderen hebben gezeten. Ja. Echt een heleboel, maar ook bekende kinderen, ja. Ja. Nou, de eerste twee klassen gingen heel goed. Ja. De derde ging matig. En toen opeens wilde ik niet meer werken. Nee. Ik had vrienden, ik had vriendinnen. Ik zat op roeien op het Amsterdam, zat je in de roeiclub. En je had een prachtige bos zwart haar. Ik had een hele mooie bos haar. Elke ochtend had ik daar brilcream in. Ja. Dus ik had een mooie golf erin. Ja. En waar roeide je bij Poseidon? Dat is ook een aardig verhaal. Dat zal ik zo even vertellen. Moet je even onthouden met meneer Rodenburg. Met meneer Rodenburg, oké. Okay. Ja. Dus ik roeide bij de Drietand op het Amsterdams. Ja. En ik heb het ongelooflijk leuk gehad. Ja. Maar ik wilde niet meer werken. Ik wilde niet meer studeren. Ik moest van school af. We hadden een andere directeur. Ja. En die kon het met mij niet vinden. Of ik kon het met hem niet vinden, hoe je het noemen wil. Meneer Van den Broek was een ingenieur. En die zei, hij moet van school. Want ik was een stoorzender geworden. Ik was brutaal. Ja. Ik dacht dat ik, omdat ik de oudste van de klas was, ik mocht het klassenboek verzorgen enzovoort. En toen ging ik naar de OHS. Maar wordt er dan er werd dan niet je achtergrond of zo, dat maakt dan allemaal op dat moment niks uit? Nee, niks. En je ging naar de Peeltakstraat, de OHS? Ja, de tweede OHS in de Peeltakstraat. Ja. En dat was een geweldig iets. Ja. Want er gebeurde nog iets anders. Ik had een oom. Ja. En dat was mijn oom Bram. En die was getrouwd en zijn vrouw was overleden. En hij bleef achter met drie zoons en een dochter. En toen zijn wij daar in huis gegaan. Heeft mijn moeder, die heeft daar de huishouden gedaan. Ja. En die jongens zaten allemaal op de OAS. Ja. En het meisje Meta zat op de Gerrit van Veen op de, MMS. Op de meisjesschool. Ja. Die hadden ze altijd gezegd, geweldige school, daar moet je naartoe. En Leo, die was net zo oud als ik. En die zei, dan kom je bij mij in de klas. Ja. Nou ja, ik vertel je al, ik was heel erg brutaal op school geweest. Ja. Ik kwam naar de OS. En Leo en ik, die kwamen de klas in. Ja. En we gaan alle twee zitten. Ja. En we hadden een leraar, meneer Van Straten. Ja. En die kijkt de klas rond. Hij zegt, jij bent Salo Muller. Ja? Jij gaat op de hoek zitten, vlak bij de deur. Dan ben je ook de eerste die ik eruit kan sturen. Zo was mijn naam al op de OS al gevestigd voordat ik er 1 uur had gezeten. Maar ik moet je zeggen, ik heb het ook erg, erg leuk gehad op die school. Ik heb het niet uit... In de vijfde klas ben ik gestopt. Ja, het was maar 5 jaar, toch? Ja, maar ik zou naar de vijfde gegaan zijn. Ja. Ik heb geen eindexamen gedaan daar. Nee. Maar ik wilde niet meer. Nee. Ik was het beu. Ja. Ik wilde vrij zijn. En toen zei mijn moeder, je kan 2 dingen doen. Je kan een baantje gaan zoeken of vakkenvuller worden bij Simon de Wit. Ja. Maar je gaat niet op straat zwerven. Ja. En toen ben ik in de houthandel terechtgekomen bij Ambassera van de Meulen. Heel erg leuk. Ja. Maar ja, dat waren allemaal van die rouwdouwers daar. Dat waren 40 mensen die daar op de werf stonden. Ik werd opgeleid tot assistent bedrijfsleider. En zij leerden mij dus bier drinken en sigaretten roken en een beetje vloeken en naar de vrouwen kijken en zo. Dus mijn moeder vond dat natuurlijk vreselijk. En tot ieders geluk las ze in het Parool
een advertentie van opleiding voor heilgymnast en masseur. Ja, ja. Nou wilde ik eigenlijk altijd graag dokter worden. Ja, ja. Maar dat, met mijn opleiding ging dat niet. Nee. En toen zei ze, dat is iets voor jou. Ja. Maar dan kan je een klein beetje dokter worden. Ja. Oké. Okay. Ja. Nou, ik ben er naartoe gegaan. Het was een avondopleiding. En ik kwam dus om 6 uur bij ambassadeur van de Meulen vandaan. Op de fiets. En het was koud. En dan ging ik zitten in de klas. En het was lekker warm. Dus het duurde niet lang. Of na een minuut of 10 sukkelde ik weg. Nou ja, dus dat kon dus niet. En toen zei mijn moeder. Nou luister, je vindt het zo leuk. En het gaat zo goed. Stop nou met het baantje. En ga nou volledig op in je heilgymnast. Ja, ja, nou, dat heb ik dus gedaan. En mijn massageleraar, dat was Jan Rodenburg. Ja, meneer Rodenburg, ja. En die vond dat ik zo goed kon masseren. Ja, ja. En hij was de masseur van Ajax. Ja, maar voordat je gaat, want dan gaan we zo. Ik moest Poseidon je nog even herinneren. Ja, dat komt nu. Oh, dat komt. Oké. En die meneer Rodenburg. We hebben tot morgenochtend, hè? Ja, ja. Nee, is goed. Ja, okay. En toen zei ik, ik roei altijd. Ja. En hij roeide ook. Ja. En hij roeide bij de Amstel. Ja. Ja. En toen zei hij tegen mij, nou ja, als jij wil roeien, dan geef je je maar op. Ja. En toen moesten we bij een ballotagecommissie komen. Ja. En ik kom daar in de kamer, achter een tafel, zitten allerlei mensen. En ook meneer Rodenburg. Ja. En meneer Rodenburg deed het woord. Ja. En toen zei hij, nou, we hebben er nog even goed over nagedacht, Salo. Maar we zijn tot de conclusie gekomen dat jij beter op zijn plaats bent bij Poseidon. Begrijp je? Ja, 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 ja. Jij hoort eigenlijk niet bij de Amstel. Jij bent meer iemand voor Poseidon. Ja. Dat is jouw groep mensen. Jouw soort, zei hij nog net niet. Nee. Maar dat is jouw soort. Maar die man was op zich, ik denk niet eens dat hij dat slecht bedoelde. Nee, maar ik vond het wel een klap in mijn gezicht. Ja, tuurlijk, ja. Verschrikkelijk. Ja. Vreselijk. Je hoort hier niet. Nee. Het is drijven tot het bot. Ja, tuurlijk. Ja. Ja, toen dacht ik, dan word ik lid van de hoop. Ja. Maar dat mocht niet. Maar die zeiden al direct, Joden mogen hier niet naar binnen komen. Nee, de hoop stond daar onbekend vroeger, ja. Ja. En toen ben ik naar Poseidon gegaan. En daar heb ik af moeten roeien met Ed van Tijn. Die was mijn roeidocent. Ja. Bij de familie Logger. Ja, precies. Ja, ja. Nou ja, maar dat is nooit erg verder gegaan. Ik heb wel geroeid een jaar, maar mijn studie nam zoveel tijd in beslag. Maar Ed roeide, want Ed moest ook roeien om steviger te worden. Omdat was ook een heel min jongetje toen hij was. Was een min jongetje, ja. We leken op elkaar, ja. Alleen had ik mooie haar. Ja, ja, ja. Goed. Dan komen we uiteindelijk bij Ajax terecht. Ja. Dan word je de vaste masseur van Ajax. Je hebt alles meegemaakt. Er speelden daar Joodse spelers. Jaak Zwart, Benny Mullen, die heb jij zien opkomen. Maar er was ook 4 mei, heb jij een keer een krankzinnige affaire meegemaakt. 4 mei wil jij om 8 uur. Je gaat niet naar synagoge, maar 4 mei, 8 uur is heilig voor jou. Altijd 4 mei is voor mij heilig. Ja. Ja. Maar daar werd niks aan gedaan. Nee. Dus ik vroeg aan de jongens, het is 8 uur, kunnen we even stil zijn? Ja. Kunnen we even stil zijn? Ik geloof zelfs dat iemand gezegd heeft, als je stil wil zijn, dan moet je je mond houden. Want ik sprak nogal veel natuurlijk. Ja, dus, ja. Maar nou ja, toen heb ik daar 2 minuten. Maar ja, toen moet ik wel zeggen, toen hebben ze wel al uit eerbied, of hoe je het zegt, pietijd, zijn ze allemaal stil geweest. Ja, ja, ja. Maar ik moest het wel zeggen, want niemand deed dat. En dan kreeg je op een gegeven moment ook, als er dan een blessure was, je had Gerard Meijer bij Feyenoord en jou bij Ajax, die snelste bij zijn spelers. Ja. Was jij sneller? Ja, absoluut. Ik was de snelste van Nederland. Ja, ja. Gerard Meijer was verzorgd van Feyenoord. Ik heb hem vorig jaar. Dat is anders even iets minder. Het gaat gewoon niet zo goed met hem, begreep ik. Het gaat heel slecht met hem. Ja, ja. Hij is aan het dementeren en zo. Ja. Maar ik heb nog vorig jaar. Ik zag namelijk mijn lezing over mijn hele achtergrond bij Feyenoord houden. Wat goed. Dat heb ik toen geweigerd. En dat heb ik hem moeten uitleggen, want hij zat in die commissie, dat ik dat niet wil doen. Hij begreep dat ook wel. Ja, Feyenoord, de bestuur en de directie van Feyenoord proberen altijd wel
dit soort dingen te doen. Ik vind dat niet zo gek, dat Feyenoord je daar uitnodigt op zich. Want ze willen juist laten zien dat ze als directie dat verschrikkelijk vinden, dat gejodel bij Feyenoord. Hè? Ik zal het je even uitleggen, Frits, hoe dat zit. Ik ben daar dus jaren geweest. Ja, verschrikkelijke dingen daar, meegemaakt. Ik ben daar in Utrecht en bij in Den Haag en bij Feyenoord. Ja. Verschrikkelijk uitgescholden altijd. Goed, ik ken die hele hooligans daar allemaal. Ja. Als ik daar naar binnen was gekomen en ik had, en het zou voor 200 van die jongens moeten zijn, hadden ze waarschijnlijk wel een half uurtje of een uurtje naar me willen luisteren. Ja. En ik weet zeker, als ik na een uur was weggegaan, dat ze achter mijn rug hadden gezegd, ah, die lulzaak, kom op, zeg alsjeblieft, die Jood, wat moeten we ermee? Ja, maar Eén op één had het gekund, maar niet voor 200 van die jongens. Nou, ik heb het een keer meegemaakt bij een herdenking in Westerbork. Ben ik benaderd door Gerard Meijer. Die zei, Frits, ik weet dat jij in Westerbork, voetbal in Westerbork, was het een tentoonstelling. We hebben 12 hooligans hier, die een stadionverbod hebben, antisemitisme. Zou jij ze willen ontvangen? Ik heb dat wel gedaan. En ik moest... Ja, maar dat voor 12 kan dat ook wel. Nou ja, maar ze waren wel heel erg onder de indruk. En dan praat je, ja, ik probeer altijd toch maar... Want ik weet dat Feyenoord... Ik vind het jammer dat je... Ik had het toch wel... Nou ja, goed, ik begrijp jongen. Maar ze proberen het wel bij Feyenoord. Ja, dat geloof ik. Ik zou het bij Utrecht ook gedaan hebben. Heb ik ook niet gedaan. Want ik weet, nou ja, ik heb 15 jaar niet in Rotterdam kunnen komen. Ook Henk van Dorp niet, mijn collega. Die was net zo Joods als ik dan even voor dat geval. Maar Marijke weet het ook, dat wij een keer stonden te tanken en dat ik daar zelfs weg moest vluchten. Want je bent kankerjood, alle joden aan het gas. Mijn broer in 85 zit bij Feyenoord Ajax. En 200 man voor hem met de hand rechts naar boven, kankerjood, die is daar niet goed geworden. Die is toen Heerenveen supporter geworden. Heb jij ooit geprobeerd met Feyenoord en Ajax, hoe heb je dat ondergaan allemaal? Nou, ik ben wel eens na afloop van die wedstrijd naar Jaap van Praag, was toen voorzitter geweest. Ja. En gezegd, oh Jaap, luister zo en zo en zo. Ah, Salo, trek je daar toch niks aan? Die jongens weten niet wat ze zeggen. Ja, nou, dan houdt het op voor mij. Ja. Ik bedoel, ik kan niet naar het besturen van Feyenoord gaan. Want dan hadden ze het... Nee, ik heb dat nooit gedaan. En ik ben dus 2 jaar geleden benaderd. Ja. En door Westerbork. En ik heb dat dus niet willen doen. Nee, en ze hebben het ook voorkomen begrepen. Nee, maar goed, Westerbork is ook heel correct. Maar goed, ik vind het ook weer mooi dat Westerbork toch probeert... om dat te organiseren voor Feyenoord supporters. Ja, ik bedoel, ze begrijpen, maar Utrecht is net zo erg. Het is verschrikkelijk wat je daar meemaakt. Ik weet het, ja. Ja. Als je... Gewoon iets thee of water of zo. Als jij dan ziet dat Ajax supporters... wij zijn Joden, Joden, Superjoden zingen... en met Israëlische vlaggen rondlopen. Wat denk je dan? Nou, ik zal je vertellen... dat ze met een vlag van Israël lopen, vind ik helemaal niet erg. Je mag met een Zweedse vlag je lopen. Je mag met een Belgische vlag lopen. Ja. Dus je mag uiteraard ook met een Israëlische vlag lopen. Ja. En ik zal je even iets vertellen wat er gebeurt. Mijn vrouw en ik gaan naar Tuschinski. En mijn vrouw, haar kettingje breekt af. Dan heb je vlak naast Tuschinski, heb je dus een juwelier. Wij gingen daar naar binnen. Of je dat even kon maken. Ja, dat kon niet. En er komen 2 meisjes binnen. Ja. En die vragen aan die meneer. Meneer, mag ik even vragen? Verkoopt u ook jodenspeltjes van Ajax? Ja. Ajax-speltjes? Nee hoor, die hebben we hier niet. Jawel, van die dingetjes. Ze bedoelden dus een McGann de Wiet wilden ze hebben. En het is voor die meisjes een Ajax-speltjes. Ja. Nou, wat als die meisjes nou op de tribune zitten en die gaan scanderen van... Wij zijn Joden. Ja ik zal ze niet aanmoedigen. Maar ik ga ze ook niet terechtwijzen. En ik heb een mevrouw van het JMW. Die ik 1 keer per jaar belt die mij op. Of 1 keer per half jaar. En dan praat ik. En het meisje die zit met haar partner. Bij de hooligans van Ajax. En die staat als Joods meisje. Staat ze ook te schrijven. En ja. Nou ja, ik heb er wel eens met hem over. Is het geen Joodse club? Het is geen Jodenclub. Nee, nee. En het lokt alleen maar weer uit. Of de tegenstander zeggen, we gaan op jodenjacht. Dood aan de joden, kanker. Maar ben je wel eens in Engeland bij Tottenham Hotspur geweest? Ja. Maar daar is het begonnen, Tottenham Hotspur Ajax. Ja. Hier in 83, hier is het begonnen toen Tottenham Hotspur met die Israëlische vlag kwam. Daar is begonnen de ellende. In Engeland doen ze het elke week.
Ja, maar ze mogen niet meer zingen We Are Jews. Hè? Dat mag nee, niet meer. Dat mogen ze, maar ze doen het wel, hè? Ze doen het ja, wel. Maar dat mag ook niet meer. Nee. Ja, ik vind het, ik heb er verschrikkelijk moeilijk mee altijd met dat gejodel bij Ajax. Ja, maar ik hoor dit liever dan dat ze bij Feyenoord of bij ADO roepen ja, joden aan het gas. Ja, ik vind het allemaal. Maar je weet dat in Israël heb je een grote Joodse fanclub. Ja. En die gaan op zaterdagmiddag of op zondagmiddag gaan ze met elkaar gaan ze zingen. En ook wat ik ook heel mooi vind. Voor elke wedstrijd bidden ze voor Nouri. Marokkaanse jongen. Ja, ja. Ik weet wie Nouri is. Grote Israël. En je weet toen Ajax voor het eerst tegen Maccabi Haifa speelde. Dat was één groot feest, Maccabi Haifa en Ajax supporters. Dat is weer het mooie. Ik wil nog iets heel geks aan je vragen. Ik ben ontzettend geschrokken van het aantal. Ik bedoel, jij bent dicht bij de medische begeleiding bij Ajax geweest. Er zijn 8 spelers van het elftal uit 71 overleden. Van mijn leeftijd. En ik weet het. Ik, Suri, Vazovic, Reinders, Muren, Van Dijk, Cruijff, Keizer. Bals dan wat ouder. Nu ook Tony Bruins. Kan dat iets dat ze iets toen destijds van Rolink gekregen hebben? Of mag je dat niet zeggen? Dat mag je wel zeggen. Natuurlijk mag je het zeggen. Ik ben daar heel lang, ik ben daar nog steeds mee bezig. Dat mag je wel weten. Ja. Om dat uit te zoeken. Ik heb er ook met diverse artsen over gesproken. Nee, dat kan je nooit zeggen als je een pilletje van Rolink gehad zou hebben. Ja. Maar er zijn een heleboel spelers, en dat weet ik, die van Rolink geen pilletje hebben gehad. Ja. Dick van Dijk heeft nooit een pilletje gehad. Vazovic, absoluut nooit een pilletje gehad. Maar Hulshoff wel? Huh? Hulshoff wel? Ik noem Hulshoff niet. Nee, maar okay. Piet Keizer, voor geen goud dat hij een pilletje heeft genomen. Johan, misschien, maar ook heel weinig. Nee, de spelers waren er zelf heel bang voor ook altijd, klopt. Precies, maar ik heb iets anders ontdekt. Ja. Of ontdekt, helemaal niet. Ik heb voor mezelf bedacht. Ja. Ik heb natuurlijk al die trainingen meegemaakt van die jongens. Ja. Ja. En ik moest ook vaak, moest ik scheidsrechter zijn, bij Michels bijvoorbeeld. Ja. Maar die jongens die trainden zo ongelooflijk tot het uiterste. Ja. Dat ze, als ze binnenkwamen in de kleedkamer, dat ze moesten overgeven vaak. Hoe vaak gebeurt het niet dat een speler een spierblessure krijgt? Ja. Nou is een hart ook een blessure, ook een spier. Ja. Je kan best, door het enorme inspanning wat je doet, kan je best een klein spiertje, een klein stukje van je hartspier beschadigd hebben. Ja. Als je op dat niveau blijft gaan, zo'n Nouri, Nico Reinders, die hebben natuurlijk allemaal wel iets gehad, maar die hebben zich zo ongelooflijk altijd ingespannen. Ja. Tot het uiterste. Ik kan het niet bewijzen meer. Nee. Maar ik heb er wel eens met doktoren over gesproken. Het zou best kunnen zijn dat ze hun hart in hun jeugd of wat latere leeftijd overmatig hebben ingespannen. Elftallen van Feyenoord uit de jaren 70... zijn er maar 2 of 3 overleden. Ja, maar die hebben misschien heel andere trainingen gedaan. Ja. Die hebben geen Michels gehad, maar ik kan je verzekeren dat Michels getraind heeft, hoor. Ja, ik geef Michels de schuld niet, maar ik zeg alleen maar overmatig. Want ik zie het nu ook, als ik wel naar de toekomst ga, dan zie ik die jongetjes van 12, 13 jaar, die worden aangemoedigd door die trainers. Je kan harder. Ik denk, jongen, die kan niet harder. En toch moet het. Ja, maar ze hebben tegenwoordig ook allemaal dus hartmeters erom als ze trainen. Ja, als maar monitor wordt. Goed, maar toch gebeurt het nog wel eens, hè? Ja. Ja. Maar ik vind het heel erg. Ja. Ja. Even, ik heb ooit eens een keer, zat ik met Sonja Barend, met Rudolf van den Berg, toen zei ik, zie er volgens mij niet zo Joods uit. Ik heb Sonja zelden zo hard zien lachen. Nou ja, zo is het met jou ook. Hoe Joods ben jij? Ja, hoe Joods ben ik? Ja. Ik zal nooit ontkennen, wat een hoop mensen wel doen, dat ik Joods ben. Laat ik het zo zeggen, mijn grootouders waren zeer orthodox. Ja. He, die gingen naar school. Mijn grootvader die was voorzanger en die was bij het koor van Engelanden. Ja. Ik zal je vertellen, ik ben niet vroom. Nee, ik kom niet. Na de oorlog heb ik
Ja, laat ik het zo zeggen. Heb je wel een, Brit Mila? Je bent wel besneden. Natuurlijk. Maar nee, maar luister hoe dat komt. Ja. Kan ik je even uitleggen? Dat is toch wel interessant. Ja. Na de oorlog, toen heb ik met de dominee gesproken. Ja. En toen heb ik gezegd, dokter, ik ben zo ongelooflijk verdrietig. Dominee. Mijn vader en moeder. Ja. Toen zegt hij, luister nou, Japje. Als jij nou elke avond voor je gaat slapen, gaat bidden. Op je knietjes, ja. gaat bidden naar ons lieve Heer, ja. dat hij je papa en mama terug moet brengen, ja. dan zal je het zien. Nou, dat heb ik 2 jaar stiekem gedaan. Heeft nooit iemand geweten. Nee. En na 2 jaar had ik dus al gehoord dat ze dus overleden waren. Ja. Toen dacht ik, nou jongens, luister, ik was zo opstandig en zo boos. Ik wil met geen enkel geloof meer iets te maken hebben. Ik blijf Joods. Ik ga niet naar Sjoe. Nee. Maar de enige dag per jaar dat ik echt mijn Joods zijn uitdraag, is op Yom Kippur, Yom Kippur. Ja. Nee, ik herken dat. Ik ken ook heel veel mensen. En ik denk ook, als er een God was, waarom heeft hij dan 6 miljoen van ons? Ja. Naar, en ik weet zelfs, zelfs Louis van Gaal, die heel katholiek was, ik kan het niet meer op, heeft, als er een God is, waarom heeft hij mijn vrouw, mijn eerste vrouw, dan zo laten lijden? En is dan ook afgestapt van het geloof. Dat gebeurt heel veel, ja. En zo ben jij dus ook, je bent Joods, maar je gelooft niet in een hogere macht. Nou ja, maar ik bedoel, ik heb wel eens iemand horen zeggen, iedereen heeft zijn eigen godje. Ja. Want iedereen gelooft toch een beetje op zijn eigen manier. Ja. En of het nou in God is, of wat dan ook, of er is iets anders. En kan, maar iedereen heeft op zijn eigen manier een klein beetje zijn eigen godje. Ja. En ik zou ook wel iets hebben. Ik bedoel, ja. En even een paar dingen. Voor 4 mei ga je altijd naar de Apollolaan of ben je altijd... altijd ja. En doe je ook de Auschwitz-herdenking en de Kristallnacht-herdenking? Nee, niet altijd. Ik ben wel eens uitgenodigd en door Van der Laan persoonlijk. En ik ben er dus geweest toen bij de Shoah. Maar nee. Okay. Ik ben de hele dag... Nu ook weer met dingen bezig. De hele dag ben ik met de oorlog bezig. Ja, je bent nu met de Deutsche Bahn bezig, hè? Ja, met de Deutsche Bahn, ja. Ja, ja. En hoe loopt dat? Want er staat in Der Spiegel een groot verhaal. Ja, ja, mooi stuk, ja. Ja. En hoe loopt dat? Het loopt net zoals met de Nederlandse spoorwegen. De eerste, de eerste brief. De eerste brief was een afwijzing. Ja. Precies zo. Dan moet ik zeggen, dat gaat natuurlijk door. Ik heb over Merkel, heb ik wel een goed gevoel. Met Angela Merkel is volgens in mijn ogen kosher, als we het zo mogen uitleggen. Ze heeft ook een hele mooie brief teruggestuurd. Ja. Dat ze de verantwoordelijkheden niet uit de weg gaat. Ja. Maar dat zij niet over het geld gaat. Nee, nee, dat goed, zij niet de Duitse baan is. Maar ze doet dat wel. Ja, dus ik heb goede hoop. Ja. Maar even dit. Ja. Heeft in de Spiegel gestaan. Maar als je ziet hoeveel adhesiebetuigingen ik heb gekregen van niet-Joodse mensen uit Duitsland. Ja, ja. Ja. Die er allemaal toch mee begaan zijn. Ja. Nee, Duitsland is, wij zijn natuurlijk allemaal heel erg anti-Duits opgevoed. Ja. En ik was in 74, moest ik met Henk van Dorp voor het eerst naar Duitsland, naar het WK voetbal. En ik weet dat ik tegen Henk, en Henk had nog een grote rekening. Ik zei, wanneer kom ik nou eindelijk eens die Duitsers tegen die ik had haten? Ze waren allemaal zo aardig en zo vriendelijk en zo netjes. Ja, ja, maar goed, het is van Bert. Ja. Maar ik heb dat, ik ben... Eigenlijk sinds ik Juri Mulder en Schalke noem, ik heb geen hekel meer aan Duitsers. Heb jij dat nog? Ik heb geen hekel meer aan Duitsers. Al lang niet meer. Nou, mijn advocaat, dat is eerst. Ik heb een Duits-Nederlandse advocaat. Ja. Dat moest wel, want Lisbeth Zegveld die doet dat niet. Nee. En het eerste wat hij vroeg, heb je een hekel aan Duitsers? Ik zeg nou, ik heb geen hekel aan de huidige Duitsers. Nee. Die kunnen het woord oorlog niet eens schrijven, bij wijze van spreken. Daar moet je niet meer over praten, over de oorlog met hun. Dus met deze generatie. Ja. Kijk, ik ga niet voor mijn plezier naar Duitsland. We gaan geen van allen gaan we op vakantie in Duitsland. Waarom? Dus, maar ik heb geen hekel aan die Duitsers nu. Nee. Maar het zijn ook geen vrienden van me. Nee. Ja, ik vind, ik kan ook geen vrienden met ze worden, maar ze proberen, ik bedoel, je kan niets op ze aanmerken. Laat ik het zo zeggen. Op dit moment. Nee, dat is ongetwijfeld. Ja. En ook ten opzichte van Israël, hè, zijn ze Israël niet slecht. Nou ja, dat mag wel, denk ik. Ja. Hoe voel je als jij, heb jij, toen ik voor het eerst in Israël landde in 85, had ik iets van homecoming. Herken jij dat? Heb jij dat in Israël ook? Nou, dat heb ik zo vaak gehad. Ik ben met Ajax dus ook geweest daar. En ik was altijd helemaal euforisch. Ja.
En wij zal nu al vertellen. We hadden daar een gids. Ja. En ik vond hem niet kosher. Oh. Die heeft ons allemaal dingen laten zien die hij nou niet had moeten laten zien. Oh, en ik was daar zo kwaad over tegen hem. Ja. En nou, de jongens die hebben erom gelachen. Die hebben prachtig. En die ons allemaal sloppenwijken zien. En waar de arme mensen wonen. Ik zei, laat ons ook eens een keer wat goed zien. Ja, dus, die heb je hier ook. Ja, natuurlijk. Nee, maar ik bedoel te zeggen. Als ik in Israël ben. Ik kom er helaas. Ik ben 10 jaar lang. Elk jaar zijn we in Israël geweest, in Eilat geweest. Oh, heerlijk. Ik vind dit heerlijk allemaal. Ja, ja. Maar ja, nu helaas alweer jaren niet. Maar een homecoming, ergens wel. Ik vind het. Ook al zijn het geen aardige mensen. Ik vind ze allemaal even aardig. Ze kunnen verschrikkelijk zijn, maar je pikt het van ze. Ja. Maar Johan was ook ontzettend Israël-vriendelijk, hè? Ja, zeker. Ja. En zijn zoon heeft 6 jaar bij Maccabi Tel Aviv gewerkt. Ik weet het, En dat vond hij heerlijk, ja. Ja. Het is bijna 10 uur. Het gaat snel, ja. Ja, nou, je praat niet zo makkelijk, dat scheelt. Nee. Ik weet niet, Ruben, kunnen mensen vragen stellen als ze dat willen? Van mij wel. Het makkelijkste is om in de chat vragen te stellen. Want als ik alle microfoons openzet, er zitten nu 50 mensen in. Dan wordt dat heel. Nou, dat is helemaal niet Joods. Dat is niet Joods. dus als mensen in de chat iets willen vragen, dan kan jij dat lezen, Frits. Of kan ik het voor je lezen. Ja. Wat je wil. Zijn er nog mensen die vragen hebben? Salo denkt nog wel even over een slotmop. Want je hebt eigenlijk ook deed. Ja, misschien wil iemand nog een vraag stellen. Ja. Hier kan je lezen, Frits? Ja, met hoeveel mensen begonnen we? Nee, even daarvoor zo. Oh! Jouw grootste levenslessen, alsjeblieft. Graag Robert Benninga. Oh, Robert Benninga. Salem, wat is je grootste levensles? Wat is mijn grootste levensles? Dat is een hele goede vraag, maar ook een hele moeilijke vraag. Ja, hele moeilijke vraag. Nou, mijn levensles is eigenlijk dat je moet proberen optimistisch te zijn. Ja. Wat lang niet altijd lukt, maar je moet het proberen. Je moet het goede altijd willen ontdekken. Ja. En ik vind dat je respect moet hebben, zeker voor ouderen. En dat je de kinderen moet bijbrengen wat respect is en wat liefde is voor elkaar. Ja. Ik vind gewoon, als ik met mijn familie ben, Dan is er een soort van liefde over me. En dat vind ik geweldig. En dat hoop ik bij veel meer mensen aan te kunnen treffen. Mijn vrouw en ik zijn 57 jaar getrouwd. Mag ik even één ding nog zeggen? Wat zien jullie wat zien jullie alle twee fantastisch uit? Dankjewel. Hoe doe je dat? Wat doe je allemaal voor je vrouw dat ze er goed uitziet? Ja, wat doe je in een goed huwelijk? Geen ruzie maken. Lief zijn voor elkaar. Maar je vrouw, wat zag ze er fantastisch uit bij die film in de arena. Jij ook. Dankjewel. Ja. 84, goh, afkloppen, Salo. Mijn vrouw is geen 84, hè, dat weet je. Nee, die is 64. Je bent een veel jongere vrouw, dat zag ik wel, ja. Nee, ik vroeg Carrie vroeg iets, maar ik kan niet lezen wat Carrie vroeg. Wat vroeg Carrie net? Ruben, heb jij het gelezen? Ja, denk je niet dat het niet aftrainen in de tijd ook van invloed is geweest op de hartfunctie? Dus dat de spelers niet hebben afgetraind zoals ze dat nu doen. Hallo? Oh, dat bedoel je? Ja. Ja. Nou ja, Carrie Wollert, die weet het drommels goed. Ja. Als je een enorme inspanning hebt gedaan, dan moet je natuurlijk ook je cool down doen. Ja. Kijk, als ze inderdaad van het trainingsveld afkomen en ze hebben zich ongelooflijk ingespannen. Ik heb het over mijn tijd, hè, over de jongens die nu al met dood zijn. En dan roken, ze binnen, roken. Dan gingen ze dus een sigaretje roken. Ja. Ik wou het net zeggen. En gingen ze douchen. Ze gingen aankleden. Ze gingen op het brommetje. Gingen ze naar huis. Ja. Dus een echte aftraining hebben ze nooit gedaan. Ja, ja. Oh, ik heb net gechat met de zoon van Piet Bosworm. Hij gaat er niet voor terugkijken. Piet was bij ons in de klas vertellen over de oorlog. Heel bijzondere man. Fijn dat zo'n bijzonder man als Salo heeft gered. Wat bijzonder. Mooi. Ja, ik heb contact met Piet zijn zoon. Ja, en in Frankrijk. In 1968 heb ik Ajax zien spelen tegen een samenstaand Israëlische elftal. Ja, heb ik net ook binnen. Van Herman Bijzemer heeft het gespeeld. En je weet, Barcelona speelde volgens mij tegen Hapoel Beersheba voor de Europa Cup.
En toen kwam, ik geloof dat Herzog toen de president van Israël was. Johan was toen coach en die wilde zo graag Cruijff van tevoren daar spreken. Dat er kwam een auto beveiligd, kwam het veld op. En even kennis maken met Cruijff. Dus Cruijff, nou goed, foto's. En toen, toen wonnen ze met 7-0. En zei, met 7-0 Barcelona. Zei, ik wil wel even laten zien wie de beste is. Zei Cruijff na afloop. Heb jij nog een leuke mop tot slot? Ja, welke mop zal ik doen? Moet ik even nadenken hoor. Ik ken zoveel moppen, maar ik moet even... welke mop? Even nadenken. Ik zei je vertellen dat ik even met mijn mond vol tanden zit. Ik ben namelijk een moppenboekje aan het maken namelijk. Ach, dus, ook nog. Dus ja, dus ik ken ze allemaal, maar... wat zou het met... Ik zit, mijn vrouw die zit naast me, zit ik even aan te kijken. Je bent nu een moppenboekje aan het maken. Je hebt even over het... waar ben je het, ik bedoel, ik vond je boek Tot vanavond en lief zijn hoor... heb ik echt huilend zitten lezen. Je hebt ook een roman. Waarom wil je ook per se een roman schrijven, de foto... ook natuurlijk over je oorlog. Waarom wilde je per se een roman schrijven? Inderdaad, nou, fantasie over de oorlog. Nou, ik zat, dus het is minder, maar ik zat vol met wraakgevoelens. Ja, herkenbaar. En ik heb altijd gedacht, als ik nou geen 6 of 8 jaar was geweest, maar 18, ja, had ik dan misschien een pistool gehad en had ik misschien mijn vader en moeder. Ja, fantasieën, hè? Ja. En ik heb dus de roman geschreven, de foto. Ja. Ik heb een foto gekregen van een neefje van mij. En er staan ongeveer 70 personen familie, op. Ja. Waaronder mijn vader en moeder. En ik geloof dat er 4 mensen van al die mensen teruggekomen zijn. Ja. Niet teruggekomen, en, ja, overleefd hebben. De rest is vermoord. Overleefd hebben, ja. En ik heb dus de foto, ben ik gaan fantaseren, ja, dat ik naar Auschwitz ben geweest, dat ik, dat ik een van die bewakers heb lopen zoeken. En ja, nou goed, ik heb er allerlei dingen gedaan. Ik heb die man ook uiteindelijk gevonden in Dresden. Ja, daar gaat het boek over. Ja. En dat boek is heel aardig ontvangen. Ja, dat is een... Ongeveer hoeveel jongens als jij er zijn, die dus inderdaad als wees uit de oorlog zijn gekomen. Ik ken er een paar. En die zijn allemaal toch een beetje aan de zelfkant van de maatschappij. Dat zijn allemaal leuke boeven overigens, maar wel boefjes. Ja, ik ken er ook een aantal. Heel, ja. Die ook uit wraak. Ja. Maar jij bent keurig op het rechte pad gebleven altijd. Ik hoop het, ja. Ed van Tijn, nou ja, Ed heeft zijn ouders bereiken. Ed zijn ouders hebben het overleefd. Nee, maar ik zeg Ed ook, maar Ed zijn ouders hebben het overleefd. Er zijn natuurlijk een heleboel kinderen zoals jij, die ook als wezen uit de oorlog kwamen, na de oorlog hun ouders. En ja... Alles genade wat God verboden heeft, laat ik het zo zeggen. Die ja, maar ik heb het geluk gehad, dat vertel ik je, dat ik met tante Hugh en oom Louis ben tegengekomen. Dat die mij dus hebben opgevoed als zijnde hun zoon. Dat is jouw redding geweest. Absoluut, ja. En ik heb, omdat je het nu over mijn boek hebt, ik heb nog een hele mooie familieroman geschreven. Die heet Nunes Vaz. Ja. Dat is een Portugese familie enzovoort. Enzovoort. Ja. Ja, daar heb ik ook een bepaalde familie neergezet. Ook een soort liefde van families onderling. Was je niet liever journalist geworden? Ik had liever dokter geworden. Ja. Dat had ik liever geworden. Als je me vraagt, had ik graag dokter. Maar ja, ik heb er toch van gemaakt. Neem ik aan. Denk ik dat ik ervan kan maken. En je hebt nog een prachtig leven. Met de kinderen en kleinkinderen. En ik heb steun van mijn vrouw en van mijn kinderen. Absoluut. Ja. En ja, ik ben iedereen dankbaar die lief om is. Salo, ik denk dat we... mijn god, 120 jaar. Ik ga je ontzettend willen bedanken. Ik vond het een grote eer. Nou, ik zal toch afsluiten. Mag ik afsluiten met een mopje dan? Ja. Goed. Gaat de man naar de dokter en die zegt... Ja. Dokter, ik geloof dat mijn vrouw doof wordt. Maar hoe kan ik dat zeggen? Ik kan toch niet tegen haar zeggen... saai, je wordt doof, want dan krijg ik een mooi bonje. Ja. Hij zegt, nee, dat moet u heel anders doen. Als u nou thuis komt van uw werk, dan komt u binnen en dan zegt u... Saar, ik ben thuis. Saar, wat eten we? Je moet iets fantaseren. En dan kijk je wel wat ze zegt. Als ze niks zegt, ja, dan loopt u in kamer verder. Ja. Oké, die man zegt, dokter, dank u wel. Die man die komt samen thuis, hangt zijn hoed op de kapstok en zo roept... Saar, ik ben thuis, wat eten we? Hij hoort niks. Hij denkt, oh, zie je wel. Hij loopt een kamer verder... Saar, ik ben thuis. Wat eten we? Hij hoort weer niks. Hij denkt, oh god, dit is verschrikkelijk.
Hij komt in de huiskamer. Hij ziet zijn vrouw in de keuken staan en zegt: Saar, ik ben thuis, wat eten we? En ze draait zich om en ze zegt: Sam, voor de vierde keer, boerenkool met worst. Oh, Salo, wat groots. Oké. Okay. Oh, wat groots. Oh. Oh, wat een enige afsluiting. Yes. Salo en Frits, ja, laat ik zeggen, het was eigenlijk wel een eer om in het publiek te zitten bij jullie gesprek. Het was ongelooflijk inspirerend in de zin van, je kent deze verhalen, maar je hoort toch weer iemand vertellen die dit van zijn leven heeft gemaakt. En ik denk dat voor iedereen hier geldt, dat we natuurlijk allemaal deze geschiedenis kennen. Maar als ik jullie zo hoor spreken, ja, heeft dat zo'n enorm respect voor jullie en voor u, meneer Müller. Dus hartelijk dank dat jullie dat met ons hebben gedeeld. En voor de mensen die terug willen zien of die anderen op willen attenderen, het komt nog op het NIS YouTube kanaal. Ik wens jullie een prettige avond en blijf gezond. Dank je hetzelfde. En ik ben voelde een eer dat ik mocht doen. En ik dank Frits ook hartelijk voor het interview. Oké, okay, Salo. En we mogen allemaal Salo zeggen, hoor. Oké, okay, Salo. Salo. Bye. Bye.